Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie presenteert aan u haar actueel programma Mix Run and Grow. In deze aflevering worden de afgelopen beleidsactiviteiten en actuele onderwerpen aangaande het ministerie van EZ belicht. Mix Run and Grow, een programma van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van het actueel programma Mix Run and Grow van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. In deze aflevering brengen wij u de volgende items. Weigeringsgronden bij merken, trainingstraject ter bevordering van toerisme en ondernemerschap in Noord-Kommerwijnen, aanvaardbare en niet aanvaardbare documenten, en bedrijfsvergunningen, het verschil van de back- en front-office. Het Bureau Intellectuele Eigendom, BI, is een afdeling van het ministerie van EZ en is belast met de uitvoering van taken betreffende de intellectuele eigendom. Op dit moment worden er bij het bureau alleen handelsmerken geregistreerd. Op grond hiervan geeft de jurist van BI, Iraida Josefsson, aan wanneer een handelsmerk wordt goedgekeurd of wanneer het wordt geweigerd bij het inschrijven. Een merk wordt goedgekeurd door het bureau Intellectuele Eigendom wanneer een merk onderscheidend is en niet beschreven. Onderscheidend wil zeggen dat het merk verschilt met die van een concurrent. En beschrijvend wil zeggen dat het merk precies aangeeft of het merknaam of het product. Het komt vaker voor dat het bureau merken afkeurt. En dat zal ik u wijzen middels voorbeelden die zijn aangehaald in verdragen, zowel in onze wetten. Weigeringsgronden bij merken. Als eerste ziet u, een merk moet niet in hoofdzak of geheel overeenstemmen met een ander merk dat reeds is ingeschreven bij het bureau. Ten tweede, het merk mag geen woorden of voorstellingen bevatten die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden en ook niet bestaan uit algemene bekende woorden. Ten derde, het merk mag niet bevatten wapen of stempel, waarborgteken of bestanddelen daarvan van een publiekrechtelijk orgaan. En als laatste, vlaggen, staatsemblemen, initiaal of benaming of bestanddelen daarvan van een intergouvernementele organisatie, dat is ook niet toegestaan. Het ministerie van EZ is een van de trekkers van het trainingstraject ter bevordering van toerisme en ondernemerschap in Noord-Kommerwijnen. De uitvoering hiervan is mogelijk gemaakt door onder andere de Inter-Development Bank IDB, Compete Caribbean Partnership Facility, afgekort CCPF, en Noord-Kommerwijnen Cluster Toerisme, NCTC. Het doel van het traject is om de toerismesector en de kleine en middelgrote ondernemingen, oftewel KMO van Kommerwijnen, verder te ontwikkelen. De training is verzorgd door de secretaris van de gidsenorganisatie Errol Gesius. De opening van het trainingstraject heeft plaatsgevonden op donderdag 26 oktober 2023 in de vergaderzaal van het districtscommissariaat van Kommerwijnen. Er wordt vandaag een training verzorgd om de skills van gidsen te versterken. En het ministerie heeft een bijdrage in de zin dat het ministerie staat voor ondernemerschap, voor innovatie, voor trainingen als het gaat om het versterken van ondernemerschap. En dat past er uiteraard helemaal bij. Er zijn ook mensen van het ministerie die dit project hebben voorbereid, die dit project hebben gepitcht aan Compete Caribbean van de IDB voor de financiering. En dat is gelukkig toegezegd geworden. En het is vandaag een feit. De trainingen worden verzorgd. En daar zijn we als ministerie bijzonder trots op. Bij het Bureau Intellectuele Eigendom BI van het ministerie van EZ kunnen personen terecht die hun merken willen inschrijven. Daarvoor dienen zij eerst een verzoekschrift in te dienen. De BI-jurist Fakira Prashant meldt dat een verzoekschrift een officieel document is dat ingediend moet worden om het proces tot inschrijving in behandeling te nemen. Vervolgens zal het document door de medewerkers van BI getoetst worden op de formele en materiële vereisten, waarna het onderzocht zal worden door de administratieve
en juridische toetsing voor de juistheid. Bijurist Fakira Prashant gaat in deze aflevering hier dieper op in. De regels rondom aanvaardbare en niet aanvaardbare documenten of bescheiden is alles afhankelijk van omstandigheden van het geval. Ik zal dit uitleggen middels enkele voorbeelden. Als we kijken naar voorbeeld 1, ziet u daar een document betrekking hebbende op de legalisatie van een handtekening in vreemde taal. De richtlijnen die wij juristen gebruiken duidt aan dat documenten in een andere taal dan Nederlands of Engels vertaald dienen te worden. Dat is het geval bij voorbeeld 1a. Daar ziet u dan een document betrekking hebbende op de legalisatie van een handtekening in het Engels. Dit is dus duidelijk en aanvaardbaar. Als we kijken naar voorbeeld 2, ziet u daar een notariële certificaat. Aan de ene kant ziet u het notariële certificaat in het Koreaans en vlak daarnaast is dus een vertaling ervan toegevoegd in het Engels. Dit is ook aanvaardbaar. Ditzelfde geldt ook voor bedrijfsstempels en notariële legalisaties. Als we kijken naar voorbeeld 3, ziet u daar enkele stempels die vreemde karakters bevatten. Hetgeen inhoudt dat dit nader verklaard moet worden en dus er een verklaring bij moet komen. Als we kijken naar voorbeeld 3a, ziet u daar een bedrijfsstempel. Het gaat hier om een bedrijfsstempel, omdat er duidelijk een omschrijving is toegevoegd dat het hierbij gaat om een bedrijfsstempel. Dit is dus aanvaardbaar. Voor het uitoefenen van bepaalde bedrijven of beroepen is er een vergunning nodig. Vergunningsaanvragen worden ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken KKF, die fungeert als front office. Gunning en beoordeling ligt bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie op de afdeling Bedrijfsvergunning, die dient als de back-office. Pharrell Matthew, coördinator van Bedrijfsvergunning, geeft aan wat het verschil is tussen de front-office en back-office. De front-office, daar dient de Kamer als koophandel voor. De Kamer van Koophandel is waar men terecht kan voor informatie als het gaat voor een vergunning. Mocht zij het aanvragen van een vergunning of aanvragen welke documenten vereist zijn voor het aanvragen van de vergunning. Tevens dient KKF dan ook als contactpunt voor ons, waar de aanvrager terecht kan om te vragen wat de status is van een vergunning. Dus daar kan men informeren in welke stadia van het proces de vergunning zit. Is het dan dat er een ECD-controle gedaan moet worden of als alle adviezen binnen zijn. Dat kan men informeren bij de Kamer. Wanneer men zover is om een vergunning in te dienen, alle benodigde documenten zijn verzameld, gaat men dan bij de Kamer van Koophandel. Daar gaat men dan bij de Kamer even checken op volledigheid en juistheid van de documenten. Daar vindt de indiening plaats. Wanneer de indiening plaats heeft gevonden, dan komen de stukken terug naar ons, de back office. Hier op de afdeling bedrijfsvergunning gaan wij dan weer op juistheid en volledigheid de stukken na. En dan gaan we het proces inzetten. We gaan dan kijken welke soort vergunning is het. Wat zijn de adviezen die ingewonnen moeten worden? Moet er een buurtonderzoek? Moet er bijvoorbeeld naar BOG? Moet er naar KBS? Dat doet de back office. We sturen dan de brieven weg, de adviesbrieven. En wanneer die dan goedkeurend binnen zijn, of wanneer de adviezen dan binnen zijn, dan gaan we weer even na. Welke adviezen precies zijn er bezwaren? Zijn het afwijzingen? Zijn het goedkeuringen? Dat gaat de back-office na. En dan maken we de vergunning op. De vergunning of de afwijzingsbeschikking maken wij dan op. Wanneer dat gebeurd is, dan wordt de vergunning dan doorgestuurd naar de directie, de directeur. Die gaat dan haar handtekening eronder plaatsen en dan ook stempel van het ministerie, dan is je vergunning af. Nadien gaan wij dan de vergunning terugsturen naar de front office, de Kamer van Koophandel. Dan kan jij daar terecht om je vergunning te halen. Dat was het voor deze aflevering van het actueel programma Mix Renangro van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Blijf de activiteiten van het ministerie volgen. En bezoek onze Facebookpage, Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. We zijn ook te volgen via de website gov.sr en ook op YouTube, Ministerie van Economische Zaken, Suriname.